Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Leuk dat u kijkt naar het weekjournaal van Excelsior 31 TV. Afgelopen zaterdag stond het Rabo Fit Goal Event op het programma. Het werd een leuke en sportieve dag. Ja, het gaat fantastisch. Fantastische dag, lekker weertje erbij. Dus, Als we even kijken naar de opkomst van de teams, ben je dan tevreden? Ja, natuurlijk. We hebben op een gegeven moment zelfs een stop moeten zetten. Vorig jaar hadden we 14 teams die meededen. Nou, vorig jaar en dit jaar hebben we 18 teams, hadden we plek voor. En die zijn nu lekker aan voetballen, zoals je ziet. Ja, er worden leuke potjes uitgevochten. Wat is nou jouw grote doel van vandaag? Ja, dat iedereen gewoon een gezellige dag heeft, een lekker potje heeft gevoetbald. En ja, dat is het belangrijkste. Dat is gewoon een leuke dag hebben. En daar gaat het om. Ben je tevreden over de organisatie van dit toernooi? Ja, super. Mooi weer erbij en alles loopt gesmeerd, dus super. Ja, goed toernooi, grote opkomst, goede organisatie. Hoe gaan jullie titel proberen te prolongeren? Nou, zoals je ziet hebben we een fantastische selectie weer bij elkaar weten te krijgen. En met al deze jongens en dit fantastische support moet het gewoon weer lukken dit jaar. En wat is jullie speciale tactiek? Nou, we hebben daar een heel klein ventje zitten, die is heel rap. Die geven gewoon de bal en dan dribbelt hij erdoor en dan kan een ander hem dan binnenleggen. Ja, dus alle bal op jullie, hè. Dat is een beetje de Sadio Mané van jullie team. Laat het maar zo zeggen, ja. En jullie hebben vanochtend ook een bootcamp afgewerkt hier op Excelsior, kan ik begrijpen. Hoe ging dat? Ja, dat ging leuk. Iedereen was enthousiast. De deelnemers deden fanatiek mee. Onder leiding van Nick Wessels, die heeft er natuurlijk fantastisch gedaan. Dat, iedereen deed leuk mee, dus dat ging mooi. Aniek, ontwijk jij nou het organiseren van het toernooi of mag je van de rest wel meedoen? Nou, ik had me eerder ingeschreven omdat ik lid was van de Rabobank. Dus het was eigenlijk heel makkelijk. De Barry's, jullie zijn al redelijk jong, hè? Ja, 16. Hebben jullie al een paar wedstrijdjes gewonnen? Nee, geen één. Maar jullie zijn natuurlijk ook voor de toekomst, hè? Ja, daarom. Wij zijn gewoon de toekomst, ja. Maar jullie hebben wel plezier met elkaar? Zeker. Hoeveel wedstrijden hebben jullie nu gehad? Twee. En? 1 keer 4-1, 1 keer 6-0 verloren. We hebben aan de andere kant de Twentse wensambulance uitgenodigd. Daar hebben we nu ook de ruimte voor. We wilden vanuit de Rabobank ook een goed doel supporten. Nou, dit is een lokaal goed doel wat misschien iets te weinig naamsbekendheid heeft. En die toch hele goede dingen doet. Dus daarom hebben we hen uitgenodigd. Hoe belangrijk is het werk wat jullie doen? Ja, heel belangrijk. Voor mensen die niet meer weg kunnen en toch nog graag een wens hebben. Kunnen wij zorgen dat ze dus toch nog ergens een hele mooie dag hebben. En even hun ziekte kunnen vergeten. De Rabobank heeft dit goede doel gekoppeld aan het Rabo voetbaltoernooi hier op Excelsior. Wat vinden jullie daarvan? Ja, een stukje sponsoring. Dat is altijd goed op zijn plaats. En we hebben veel geld nodig om de wensen te kunnen voldoen. We hebben aan de Twentse wensambulance een heel mooi bedrag van €450 kunnen overhandigen. Zodat zij weer een aantal wensen daarvan in vervulling kunnen laten brengen. En dat komt mede door de deelnemers van het Rabo Fit Goal Event. Ja, bij de organisatie van zo'n toernooi komt natuurlijk altijd heel veel geregeld kijken. Als je kijkt, vrijwillige scheidsrechters, wat er allemaal nodig is, dan ben je er wel tevreden over, denk ik, hè, dat er zoveel zijn. Ja, absoluut. Dat is fantastisch dat zoveel mensen daar beschikbaar voor zijn. Ook vanuit Excelsior, EHBO, scheidsrechters. Ja, dat kost amper moeite om die te vinden en dat is natuurlijk fantastisch. Ja, drie gingen raak van beide kanten en die vierde pakte ik. En daarna schrok ik mezelf binnen de vierde dus. Ja, we kunnen terugkijken op sportieve wedstrijden, enthousiaste deelnemers. En we zijn blij dat we het zonder problemen al hebben af kunnen sluiten. En dat het eigenlijk één groot succes is geweest. We gaan zo meteen nog de bekers overhandigen en dan kunnen we het event afsluiten. En de datum alvast voor volgend jaar in de agenda zetten. Tot zover dit weekjournaal. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Tot dan!
Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look.